Wij van Moergestel Sportief zijn hier bij mijn vereniging De Pas Koet, die voor de 21ste keer een samengestelde menwedstrijd organiseert. Chef, kun je ons vertellen wat hier zo allemaal gebeurt? Nou, dit is de veterinaire controle. Hier moeten ze, voordat ze dus aan de marathon beginnen en op 2/3 van de marathon en op het einde van de marathon worden ze door veterinair gecontroleerd. Dat wil zeggen de temperatuur, de hartslag, de turgo, de al desniet kreupel zijn en wat dan ook. En als het niet in orde is, dan mogen ze niet starten. Als ze na 2/3 is, weer niet, dan mogen ze weer niet verder. En als ze terugkomen en het blijkt dan nog niet in orde, of nog niet in orde te zijn, ja, dan gaan ze uit de startlijst en is het over. Dan kunnen ze naar huis. Erg paardvriendelijk, sta hoog in het vaandel. Mijn vereniging heeft ongeveer 70 leden. En daar rijden er hier een stuk of 10, 12 van mee, want er zijn niet allemaal wedstrijdrijders. Er zitten ook hobbyrijders bij, of mensen die het aan het leren zijn en ja, met een oefenwedstrijdje ervaring opdoen om te zijn op tijd het echt te rijden. Dan zien we Saskia van Hees in de waterhindernis. Zij traint heel veel en leidt heel veel paarden op. Zit ook in het A-kader van Nederland. En dit is een heel groot paard. Een tuigpaardtype, heeft een verheven gang. Is niet bang. En de menwedstrijd die bestaat uit dressuur, vaardigheid en marathon. En dressuur en vaardigheid, dressuur, dat kennen allemaal van Ankie van Grinsven, maar dan met de koets. Mm-hmm. En vaardigheid zijn twee kegels met een balletje erop, waar we dus, die dus 25 centimeter breder als het rijtuig gezet wordt. En waar we tussen door moeten rijden zonder de kegel te raken en in ieder geval dat balletje blijft liggen. En dan, dit is de marathon, die is totaal ongeveer 15 kilometer, waarvan de laatste 6, 7 kilometer een hindernistraject is. En om de 500-600 meter komen ze een hindernis tegen. En die hindernissen hebben we zo gesitueerd rond het hoofdterrein. Dat is iedere keer met een lus weer bij het hoofdterrein komen om de volgende hindernis te pakken. En die hindernissen bestaan uit doorgangen die letters zijn van A tot en met F. Rood rechts, wit links. En je moet het alfabet afrijden om te doen. Op het moment dat je dus A genomen hebt, is A niet van die ene, maar is van meerdere kanten te doen. Dus zo gauw als B gereden hebt, is je ook vrij om te rijden. En zo. En ieder die rijdt naar zijn eigen kunnen.
moet snel zijn, hè? Snel zijn op het goede moment, op het goede punt. En goed vasthouden. Ja. Heb je ook iets horen vertellen dat je ook niet met je voet aan de grond mag komen? Klopt dat? Nee, dan krijg je strafpunten, ja. Er zitten strafpunten aan verbonden. En dan in de trajecten die we net hebben gehad, hou ik de tijden bij. Hè? Van hoe lang hebben we over trajecten doen. Oh. Hebben we in het A-traject hebben we 2 minuten speling. En tussen die 2 minuten we moeten finishen. Anders dus krijg je ook strafpunten. Dus je geeft de koetsier ook regelmatig een schouderklapje. Ja. Maar dan in de goede zin van het woord. Ja.